7 januari, de dag van de rare loopjes. Ik denk dat het verzonnen is door Monty Python en John Cleese. De rare loopjesdag. Rare loopjes. Hoe teken je dat? Laten we dat gewoon eens gaan proberen. Teken je met me mee? Gaan we rare loopjes tekenen. Ja, rare loopjesdag. Hoe gaan we dat het beste tekenen? Nou, laten we eerst eens kijken hoe we een rennend iemand kunnen tekenen. Even het lijfje. Een beentje. Zo. Nou, dat lijkt al ergens op, hè? Zo. Hoppakee. Als we dan wat snelheid geven, zo. En we laten hem ook nog iets boven de grond zweven, zo. Misschien moeten we gelijk zo zijn armpjes erbij doen. Dan hebben we al een rennend poppetje, hè? Een hoofdje, zo. Zie je, dan hebben we al een rennend poppetje. We kunnen ook nog een springend poppetje doen. Even kijken, doen we dat? Zo. Verzinnen maar even wat. Tuurlijk. Hupplakee. Zo. 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 Nou, dit je springt in de lucht. Zo, misschien moeten we nog even lijntjes erbij zetten, zodat hij ook echt omhoog springt. En we hebben een springend poppetje. Wat kunnen we nog meer doen? We kunnen nog eentje die springt. Eens even kijken hoor. Iemand die ver springt. Zo. 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 Nou. Volgens mij is het wel iemand die... zo. Kijk. Die aan het springen is. Ja, je kan natuurlijk ook nog gewoon zo doen. We hebben ook iemand die springt. Van blijdschap. Wacht, de duim zit aan die kant. Dat is altijd ook belangrijk. De duim zit aan de binnenkant van een handje. Zo. Joehoe! Nou, springend poppetjes, rennend poppetje. Nou, ga hier lekker mee variëren. Er zijn hier vast nog wel voorbeelden ook weer van te vinden op internet. Dus ik zou zeggen, heel veel succes en ga hier lekker mee aan de slag.